Goeiedag. Zondagmiddag was een prachtige dag om een mooie boswandeling te maken. Mooie foto ontvangen. Gekleurd boeket aan bladeren. Ja, heerlijk weer vandaag met de zon erbij. De grote vraag is natuurlijk, blijft dit komende week ook zo? Want in een groot deel van het land is het herfstvakantie. En dan is het toch heel fijn als je daar droog weer bij hebt. En ook niet al te koud weer. Nou, we gaan er naar kijken in deze uitgebreide weersverwachting voor de komende week. En we beginnen met de weerkaart voor zondagmiddag. Het moment dat het zo aardig weer is in Nederland met die zon en die stapelwolkjes. En het komt omdat er een zwakke uitloper van een hoge drukgebied aanwezig is. Maar we zien ook op de weerkaart een lage drukgebied. Heel duidelijk zichtbaar ten westen van Ierland. En dat lage drukgebied, dat wordt toch wel belangrijk voor het weerbeeld van maandag. Dat komt iets dichterbij. Dat zorgt voor een zuidelijke stroming waarin zeer zachte lucht wordt aangevoerd. De temperatuur die gaat wat omhoog. Maar ook wolkenvelden en toch ook af en toe regenstoringen. Vanavond bijvoorbeeld al, dan kan er een regengebied overtrekken. En morgen, dan trekt er een storing van west naar oost over het land. En dat levert ook wat regen op. En daarbij moet ik ook nog zeggen dat in het zuidoosten van het land de temperatuur echt flink kan oplopen, richting 20, misschien wel 21 graden. Daar kan de lucht wat onstabiel worden. En mogelijk dat er zelfs daar een onweersbui tot ontwikkeling gaat komen. Inmiddels is de weerkaart aangekomen op woensdag. Dan zien we een hoge drukgebied boven de Noordzee met een uitloper richting Nederland. En dat zorgt ervoor dat woensdag een prima dag wordt met zonnige perioden. Dinsdag overigens, dat is eigenlijk ook al een dag waarbij dat hoge drukgebied een rol speelt. Dan is de storing gepasseerd en krijgen we ook te maken met zonnige perioden. Alleen in de ochtend is er wel kans op mist. We gaan weer even terug naar de neerslag en dan zien we dat, als ik de animatie aanzet, de neerslagsommen in het land nogal gaan variëren. Maandag valt er 1 tot 3 mm op de meeste plaatsen volgens dit model. En we zien dat juist in Limburg er flink wat neerslag kan gaan vallen. Maar dit is één van de oplossingen. Andere weermodellen laten dit neerslaggebied eigenlijk ook wat noordelijker komen. En dan krijgt ook Brabant, Utrecht en Gelderland toch wel te maken met duidelijk meer millimeters. Daar zit dus nog wat onzekerheid. De meeste neerslag die zal ook vallen in de avond van maandag en misschien ook nog wel in de nacht van maandag op dinsdag. Daarachter, daar komen opklaringen en dan kan er mist tot ontwikkeling komen. Daar kom ik zo nog eventjes op terug. Eerst maar eens naar die maandagkaart. Ja, die is heel lastig samen te vatten omdat er zoveel gebeurt. Er is veel bewolking aanwezig. Zoveel is wel duidelijk. Misschien in de ochtend in het zuidoosten en oosten echt nog wel wat ruimte voor de zon. Waardoor die temperatuur daar net even wat hoger kan gaan oplopen. Maar dan wordt de lucht onstabiel en kan er misschien al een regen- of onweersbui gaan vallen. En vanuit het zuidwesten komt dan dat front binnenschuiven. En dat trekt in de middag over het land. Waarschijnlijk in het zuidwesten al in de loop van de ochtend. Temperaturen daar tussen de 17 en 19 graden, zoals gezegd in het oosten en zuidoosten, 20 graden, misschien wel 21 graden. Maar dat is wel allemaal voor de neerslag uit, want als die regen eenmaal gaat vallen, dan zal de temperatuur gaan dalen. De wind die begint in de zuidhoek, maar draait in de loop van de dag naar het westen. En dan gaan we nog even terug naar de mist, want zoals gezegd, in de loop van maandag, na de regen, gaat het vanuit het westen opklaren. Dat zal vooral in de avond en nacht zijn. En dan kan in dat opklaringsgebied toch echt wel mist tot ontwikkeling komen. Hier zien we dat mist of laaghangende bewolking. Het zuiden van Limburg, daar valt het mee met de mist volgens deze oplossing. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat daar nog regen valt. Het is zo dat in sommige modellen dit mistgebied ook wat meer opgeschoven is. En dat komt natuurlijk omdat die onzekerheid er is waar die neerslag in de avond en nacht van maandag op dinsdag precies gaat vallen. Dus dat moeten we even afwachten. Wat in ieder geval wel duidelijk is, als u dinsdagochtend vroeg de weg op moet, hou goed de weersverwachting in de gaten, want mogelijk komt er lokaal dichte mist voor. Dat is zeker niet uitgesloten. Als dat dan eenmaal opgelost is, dan wordt dinsdag een mooie dag met zonnige perioden. Het loopt de temperatuur op naar 16 tot 18 graden en waait er een matige noordwestenwind. Het blijft dan heel de dag droog en dat geldt ook voor de woensdag, omdat dat hoge drukgebied nog steeds aan zet is op dat moment. Wel zien we een nieuw lage drukgebied, een complex lage drukgebied ten westen van Ierland, steeds dominanter worden op de weerkaart. En dat komt dan geleidelijk aan ook dichterbij. En dat betekent dat in de tweede weekhelft het toch echt wel wat wisselvalliger gaat worden. Waarschijnlijk al vanaf donderdag, met een beetje geluk, gaan de meeste buien pas vanaf vrijdag vallen en is donderdag nog grotendeels droog. Maar we zien het wel, veel blauw rond dat lage drukgebied. En dat betekent wisselvallig. In het weekend is ook zeker de paraplu nodig zoals het er nu voor staat.
kan het ook mooi laten zien aan de neerslagkansen. Dan beginnen we nog even met de neerslag op maandag. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Dinsdag en woensdag dan twee droge dagen. En vanaf donderdag neemt de kans op neerslag weer duidelijk toe. Ook in het weekeinde is dat zo. En als we dan nog wat verder kijken, dan zien we ook dat het volgende week toch best wel wisselvallig weer wordt. Nog een fijne dag.